een stukje problematiek wat we allemaal kennen hier in Nederland en eigenlijk overal in Europa. Is dat we best wel met veel jeugdwerkloosheid te kampen hebben. De vraag is dus eigenlijk waar dat eigenlijk vandaan komt. Ik kom net niet uit die generatie die daar op die manier last van heeft. We hebben hogescholen in Nederland rondlopen die in de bediening werken, glazen moeten ophalen in horecagelegenheden. Wat heel vreemd is. Ik kom zelf ook van de universiteit gestudeerd. En ik heb daar eigenlijk nooit last van gehad. Maar je ziet steeds vaker dat er hogescholen zijn die dus niet aan een baan kunnen komen. Dus blijkbaar is er een bepaalde mismatch tussen hogescholen en wat mensen vanuit een beroepsgerichte opleiding meekrijgen en wat er vanuit de arbeidsmarkt gevraagd wordt. Ik heb daarover nagedacht en zoals ik al zei, dat is niet echt een probleem waar ik persoonlijk last van had. Maar die mismatch, dat is wel eigenlijk heel interessant om te zien. Waar het vandaan komt volgens mij, dat is eigenlijk de dynamiek in de arbeidsmarkt op dit moment. En ik heb daar een stagiaire. Hij kan één ding heel goed, maar hij kan maar één ding. In de arbeidsmarkt van nu is dat denk ik helemaal niet meer iets waarmee je weg kan komen. Van dag tot dag, van klant tot klant, heb ik verschillende eisen. Er zijn verschillende problemen die we moeten tackelen. Ik merk dat hij dus op die manier eigenlijk helemaal niet meer zo flexibel inzetbaar is. Op een gegeven moment kom je tot een punt dat je hem alleen maar op hele specifieke, hele gerichte taken kan inzetten. En ik merk dat vanuit de opleiding ook heel erg. Er is heel veel uitval bij opleidingen met een beetje een diffuse focus. Dus hele brede opleidingen. Maar hele beroepsgerichte opleidingen, daar komen dus heel veel kinderen vandaan. En je merkt dat die kinderen ook heel erg gefocust zijn op één hele specifieke takenpakket. Van de ene op de andere dag kan het zo zijn dat de wensen van jouw opdrachtgever of jouw baas eigenlijk gewoon veranderen. Maar hoe kan je hier dus op inspelen? Dus dat is eigenlijk de hele insteek van mijn presentatie vandaag. Het was jouw weg naar werk. Je komt net van school, je hebt je opleiding afgerond, heel ambitieus en heel enthousiast. Hoe zorg je ervoor dat jij aantrekkelijk wordt voor een werkgever? Of als je voor jezelf gaat beginnen, en dat is iets wat ik ook nog niet vanavond heb gehoord. Hoe creëer je waarde voor een afnemer of voor een potentiële klant als je consumer facing bent? Hoe doe je dat? En dat is iets wat ik eigenlijk... Ik heb het gevoel dat de kinderen die nu afstuderen heel erg het gevoel hebben dat met die diploma op sok dat ze wel gewoon aan een baan kunnen komen. Omdat ze 6-7 jaar lang hard hebben geknokt. Om die kinderen bij te brengen dat ene ding wat jij heel erg leuk vindt om te doen, waarschijnlijk niet voldoende zal zijn straks in de arbeidsmarkt. Nou goed, de 5 punten waarvan ik denk dat die heel belangrijk zijn digitale geletterdheid in de 21ste eeuw, creativiteit, kritisch denkvermogen, probleemoplossend vermogen en communicatieskills. Nou, dat zijn 5 pijlers waarvan wij denken van oké, dat zijn bijna metaskills die je kan hebben van beroep tot beroep. Young Up. Ontwikkeling door